Stefan Bleker is in de stad. Hij ging naar het Noorderpoort College. Dat klopt. Mooi. Daar ben ik nu en ik zie hier bloemen staan. Voor jou. Nou, niet voor mij, de burgemeester is. En het is een bijzondere dag voor een aantal dames. Want zij krijgen vandaag, naar ploeteren, lang ploeteren, hun examen. En naast me staat Jolijn Kruisberg. Jij bent van Hully, want de dames die hebben bij jou in de zaak gewerkt. En ondertussen hebben ze ook geleerd. Ja, klopt. We hebben een heel mooi traject van een jaar. En daarbij doen ongeveer 15 vrouwen per jaar een opleiding bij Noorderpoort. En bij ons doen ze werkervaring op. En die combinatie die zorgt ervoor dat je een jaar lang helemaal in de structuur, in je kracht komt te staan en daarna weer verder kan. Wat zijn het voor dames die vandaag hun diploma krijgen? Nou, het zijn natuurlijk allemaal prachtdames. En speciaal vandaag zien ze er echt geweldig uit. Het is jammer dat het radio is. Maar het zijn bijna eigenlijk altijd vrouwen die van oorsprong niet uit Nederland komen. En die daarom ook de papieren missen. En ook de werkervaring, de netwerken. En die helpen we op die manier een stapje verder. Dus eigenlijk is dit een stap naar meer werk, naar een betere toekomst misschien wel voor die dames? Ja, dat is absoluut de bedoeling. Daar proberen we in dat jaar achter te komen van waar ligt je talent en wat zou je nou graag willen doen? En dan gaan wij er in dat jaar eigenlijk het beste van maken om te zorgen dat je gewoon op die plek uiteindelijk terecht gaat komen. Ben je trots op ze? Super trots. Ja, het is al de vierde lichting, maar het is elk jaar weer. Nou, ik vind het zo gaaf dat dit dan ook weer gelukt is. Iedereen heeft het gehaald, dus echt prachtig. Ja. Nou, ze komen dan op een bepaald niveau, denk ik, bij je binnen. Dan wordt er heel veel aan gewerkt, aan geklust. En dan na een jaar zitten ze eigenlijk op het toppunt. Dan denk je, nou, nu kan ik ze misschien wel het allerbeste gebruiken, maar dan gaan ze weer weg. Ja, dat is waar. Nu kunnen ze op het allermooiste hun boxershorts maken. Maar tegelijkertijd is dat ook het moment om los te laten en te zeggen van, joh, nou kan je het. En nou heb je een papiertje op zak en nou moet je de volgende stap maken. Nou, een van de feestvarkens hier, die geslaagd is. Je ziet er prachtig uit, Octavie. Gefeliciteerd. Dank u wel. Je hebt een jaar hierover gedaan. Hoe was dat? Ja, was leuk. Was leuk. Ik heb veel geleerd. Dus ik ben er blij mee. Ja, wat heb je allemaal geleerd dit jaar? Ja, ik heb geleerd hoe je moet opstaan. Vroeg naar werk te gaan. Ik heb geleerd combinatie met je moet naar school. Dus ja, ik heb blij mee. Nou, je woont ongeveer nu 9 jaar in Nederland. En je had zoiets van, ik wil nu wel gewoon echt bezig gaan. Echt dingen gaan doen, dingen gaan leren. Ja, klopt. Klopt. Nu ben ik klaar van hier, ik krijg mijn diploma. Ja, ik moet nog verder, dus ja. Hoe laat ben je opgestaan vanochtend? Om half zes. Want je bent volgens mij wel even bezig geweest. Want je ziet er prachtig uit, hè? Kan je eens vertellen wat je allemaal aan hebt? Ja. Ja, ik heb mijn zwarte jurk aan. Ja, grote ketting. Zo prachtig haar. Dus ja, ik zit er echt mooi uit, hoor. Ja. Hoe mooi is deze dag? Ja, het is mijn eerste diploma. Dus ik heb een beetje emotioneel, maar komt wel goed. Heel veel plezier, dankjewel. Dankjewel. Stefan Bleker, wat ben jij ook een mazzelkont, hè? Oh ja. En een vlucht. Oh, ja.